We doen het overal, op ieder moment van de dag. Foto's maken met je iPhone. Met deze 8 cameratips schiet jij altijd met scherp. Plots zit je hond of kat in de perfecte pose, of wil je vanuit de auto die prachtige avondschemering even vastleggen. Voor dit soort situaties gebruik je het beste de camera shortcut op je vergrendelscherm. Druk op een iPhone 10 of nieuwer stevig op het camera-icoontje of veeg op een oudere iPhone simpelweg over het scherm om de camera te openen. Wil je na het schieten van een foto alsnog je plaatjes bekijken? Dan zul je met Touch ID of Face ID je telefoon moeten ontgrendelen. Met de komst van de iPhone 6S introduceerde Apple ook live foto's. Met deze functie verander je een foto in een korte animatie van 3 seconden. Leuk, maar vooral handig om je foto's te verbeteren. Door deze functie standaard aan te zetten via het cirkeltje boven in beeld, kun je mislukte foto's achteraf nog redden. Bewerk een live foto door op wijzig te tikken en vervolgens het beste moment uit de mini-video te kiezen. De standaard camera-app is uitgebreider dan je misschien denkt. In de app kun je tussen verschillende modi schakelen door over de onderste balk boven de sluitenknop te vegen. Open de portretmodus voor een mooi bokeh-effect. Gebruik de panorama-functie voor een mooie panoramafoto. Of het vierkante venster voor de perfecte Instagram-foto. De burst-modus laat je alle actie vastleggen. Deze stand schiet 10 foto's in een seconde, wat het een stuk makkelijker maakt om bewegend beeld vast te leggen zonder dat het wazig wordt. Zo kun je gemakkelijk iets vanuit de auto vastleggen of iemand die in de lucht springt. De burst-modus activeren is heel gemakkelijk. Houd de sluitenknop van je iPhone een halve seconde of langer ingedrukt en de burst wordt meteen geactiveerd. Na afloop kun je alle foto's in een nieuw venster selecteren die goed genoeg zijn, zodat je hele filmrol niet meteen opgevuld wordt. Wil je zeker weten dat je foto's niet scheef zijn? Het raster helpt hierbij. Om dit te activeren open je instellingen en ga je naar camera. Hier zorg je dat het schuifje achter raster op groen staat. Het raster zie je uiteraard niet terug op je uiteindelijke foto's. Soms kan het wat onhandig zijn om de digitale sluitenknop van je iPhone te gebruiken. Om dan een foto te maken kun je net zo handig de volumeknop gebruiken. Om dit te doen druk je simpelweg op de volumeknop omhoog. De automatische camera-instellingen van de iPhone doen het vaak prima, maar soms wil je net een andere focus of belichting. Om een andere focus in te stellen, tik je simpelweg op het scherm op waar je de focus op wil leggen. Wil je een andere belichting? Zorg dan dat je over het scherm heen veegt om naar boven en onder de belichting aan te passen. Ben je tevreden met je handmatig ingestelde belichting en focus? Dan wil je deze waarschijnlijk ook voor andere kiekjes nog gebruiken. Hierbij kan het helpen om de AE-AF-vergrendeling aan te zetten. Hiermee vergrendel je de instellingen die je zojuist gemaakt hebt. Dit doe je door het gele vierkantje dat je focusgebied aangeeft een seconde lang ingedrukt te houden. Vervolgens verschijnt er bovenin het scherm AE-AF-vergrendeling. Ga voor meer fotografietips naar iPhones.nl en abonneer je natuurlijk op ons YouTube-kanaal voor meer toffe video's.